En leuk dat je kijkt naar de allereerste adventkalender unboxing video van 2021. Ik ga beginnen met een adventkalender die ik zelf nog nooit heb gehad. Ik was altijd te laat. En ergens vond ik het altijd net een klein beetje te duur. En nu was ik er op tijd bij en ik dacht, weet je, ik doe het gewoon. En ik ben heel blij dat ik hem nu toch hier voor me heb. Want toen ik hem uitpakte dacht ik echt, wauw. Wauw, zo mooi. Dit is hem. Hij is van de Bijenkorf. En elke andere richting dat je hem opdoet, zie je weer andere kleurtjes. Super mooi. Een grote bij ook in het midden. De Bijenkorf. En hij gaat dan op deze manier open. Dus twee deurtjes. En dan zie je daar alle vakjes. Oh my god. Hij zit ook echt dicht met een magneetje. Dus hij blijft echt goed dicht zitten als je hem laat staan. Ik wil er wel even snel bij zeggen, wij zitten midden in een verhuizing. Buren daar zijn aan het klussen en daar zijn ze bezig. En op de achtergrond, ja, ik kon het niet mooier maken dan dit. Dus dit is de achtergrond voor deze aankomende video's. Als je deze kalender ook wil, dan raad ik je aan om even je e-mailadres achter te laten op de pagina van de adventkalender, want hij is constant uitverkocht. Ik heb wel gehoord dat ze nog weer nieuw op voorraad komen, dus mocht je hem willen, echt vul je e-mail in. En zodra je de e-mail krijgt, bestel hem gelijk. Niet denken, oh, dat doe ik vanavond wel. Want dan is hij alweer weg. We gaan lekker deze adventkalender openen. Ik vind hem echt te prachtig. Volgens mij uit mijn hoofd rond de 100 euro. 99,95. Zoiets. Oh, ik heb echt zoveel zin in deze. Ik wilde eigenlijk beginnen met die van de Rituals. Maar toen ik deze zag, dacht ik echt nee. Dit wordt de allereerste. Ik heb helaas nu even niet een makkelijk tafeltje of zo naast me. Dus dit wordt even uitvogelen hoe ik dit allemaal ga doen. Ik zie in ieder geval de allereerste gelijk hier bovenin. Hij is langwerpig. Ook de doosjes die zijn super mooi. Zo ziet het eruit. En hier zie je nummer 25 en die is in het zwart. Nou, let's go. Doosje nummer 1. Even een duimpje omhoog als je weer zin hebt in de adventkalender video's. Ik heb zoveel DM's gehad wanneer ze nou eindelijk komen. Hier ben ik, dus doe even je duimpje omhoog als je het leuk vindt. Duimpjes omhoog doet echt veel meer voor een kanaal dan dat je denkt. Dus doe dat maar, is lekker goed voor het algoritme en dan komen we lekker hoog. De allereerste, die zit ook gelijk in een mooi zwart papiertje. Voelt als een kwast. Het is geen kwast, het is totaal geen kwast. Dit is Dr. Barbara Sturm Face Cream. Ik ken het merk wel, maar ik heb er nog nooit wat van gebruikt. Dus ik weet ook niet of het goed is, maar ik denk het wel. Ik weet niet zeker of er full size items in zitten. Als ik sommige doosjes zie, dan denk ik, ja, dat zou best wel kunnen. Maar ik heb echt oprecht geen idee. Dan hebben we hier nummertje 2. Dat is weer hetzelfde vorm doosje. Ik vind het weer helemaal leuk om te doen. Eens even kijken. Dit is een parfum. Een rolparfum. Ik ga dit waarschijnlijk helemaal verkeerd uitspreken. Lou. Dit is van Lou. Louis 001. Geen idee. Maar dit is in ieder geval een parfum. En dat vind ik super handig om mee te nemen in je tas. Want het is dus met zo'n rolballetje. Kijk. Dus dan kan je dan zo lekker makkelijk achter je oren doen. Tenminste, dat deden ze vroeger toch altijd zo. Vroeger. Echt alsof ik het dan over 100 jaar geleden heb. Ruikt, oh, ruikt heel lekker. Hij ruikt heel bekend. Maar ik denk dat dit wel een luchtje is wat iedereen lekker zou vinden. Dus dat is heel fijn. Nummer 3 is een beetje lastig om omhoog te houden, want daar moet het deurtje 2 voor open. Dus ik pak hem gewoon. Ik ben heel excited. Ik wil eigenlijk als een speer hier doorheen gaan. Dit is wel een kwast, maar dat had ik nooit kunnen raden. Het is een kwast van Real Techniques en voor je cheeks, dus voornamelijk voor blush. Ik heb hier de grote variant van en die is echt super fijn. Dus ik weet al dat deze kwast echt heel erg goed is. Er staat op dat je hem voor zowel blush als bronzer kan gebruiken. Ik gebruik hem voornamelijk voor blush. Ik heb nu niks op, want ik kon al mijn make-up gewoon niet vinden. Oké, het is nu al oncomfortabel op de grond. We gaan door. Dan komen we bij nummertje 4. Deze is flink wat zwaarder dan de andere. Vierkant. Het is een Rituals luchtje. Wedden. Het voelt als die houten dop, zeg maar. Het is een Rituals luchtje. Oh mijn god, je voelt dat gewoon zo goed hieraan. Dit is de... Geen idee.
Fleur de Himalaya. Dus ik denk een bloemige geur. En daar hou ik niet zoveel van. Ik ga deze dicht laten. Hij zit namelijk heel mooi gesield. Het is een super mooi parfum om te zien. Maar ik maak natuurlijk elk jaar een adventkalender voor mijn moeder. En ik vind deze wel heel erg mooi om erin te doen. Dus ik laat deze dicht. Nummer 5. Die is dan weer heel erg licht. Geen idee. Een oogkoplootje of zo? Nee. Dit is de Laura Mercier Dominant Velour Extreme Matte Lipstick. In een hele rode kleur. Laura Mercier is op zich best wel een heel goed merk. Tenminste, ik heb er veel positieve verhalen over gehoord. Maar wederom heb ik het nog nooit gebruikt. Dit is hoe hij eruit ziet. Ik ga hem ook niet swatchen, want ik wil hem ook dicht laten. Ik denk dat een vriendin van mij deze wel wil hebben. Ik zou hem heel graag telkens omhoog willen houden als ik een vakje eruit pak. Maar het is bijna niet te doen eigenlijk. 6, die zit hier. Ik heb geen idee. Ik ga niet eens meer proberen te gokken. Dit is een luchtje. We hebben de eerste dubbele, maar ik vind het niet erg. Want luchtjes vind ik eigenlijk altijd goed. Oh, dat is al de derde luchtje. En hij klinkt, vind ik, niet zo lekker. Irish Letter van Memo Paris. En ik hou niet van leergeuren. Vind ik echt niet lekker. Ik ruik precies helemaal niks. Oké. Niet vies, maar ik zou hem ook niet zeg maar in de winkel ruiken en dan meenemen. Dit is hem. Volgens mij zie je niet zoveel. Ik denk dat Mitchell dit bijvoorbeeld wel heel erg lekker vindt. En dat ik het dan bij hem ook weer heel erg lekker vind. Maar niet, nee. Hoe langer ik wacht, hoe intenser die wordt. We gaan naar het allereerste vakje wat een andere vorm heeft. Oh, dan gaat dit natuurlijk naar beneden. Ja, moment. Nummer 7. Ik vind het heel raar hoe ze open gaan. Want hier zit zeg maar zo'n gaatje. Dus je denkt dat je hem daar moet openen. Maar je moet hem hier openen. Dus ik heb de meestal kapot gemaakt. Omdat ik ze dan toch hier aan open ruk. Dus dat is een beetje gek. Dit is een Lip Wrap Hydrating Mask. Dus een masker voor je lippen. Ik weet niet of jullie het ook zien op beeld. Maar al die gekke vlekjes erin. Dit is het merk. Ilia. Geen idee. Ruikt, ja, of naar niks of dit parfum is gewoon te heftig. Misschien wel beide. Geen idee. Ik vind het leuk. Hij belooft dus je lippen voller, zachter en bouncier te maken. Nou, dat gaan we meemaken. Dat zou toch eens leuk zijn. 8 zat daar dan gelijk boven. Dit voelt heel apart. Ik wist dus niet dat Paula's Choice erin zou zitten. En dit vind ik helemaal geweldig. Eigenlijk nog steeds wel mijn nummer 1 skincare merk. Ik heb nu 2 andere die ik ook heel fijn vind. Maar Paula's Choice. Echt mijn fave. En dit is een hydrating cleanser. Ja, het maakt me niet uit wat erin zit van Paula's Choice. Ik vind alles tot nu toe goed. Deze ken ik daarentegen nog helemaal niet. Dus dat is ook wel heel leuk dat het erbij zit. En het is dus een cleanser. Heel erg blij mee. Tot nu toe vind ik alles echt heel erg leuk. Nog niks uitgepakt waarvan ik dacht, oh, oké. Nummer 9. Deze is weer wat groter. Dit voelt dan als een grote Paula's Choice. Oh, ik wil niet overenthousiast reageren. Want soms moet ik dat er echt uitknippen. Dat weet ik nog van voorgaande kalenders. Want dat vond ik zo irritant. Dan maakte ik het open en dan, oeh, en dan sloeg mijn stem 3 keer over. Moeten we niet hebben. Dit is een Moroccan Oil Dry Shampoo. En deze vind ik echt fantastisch. En de geur hiervan is ook gewoon echt heel erg lekker. Nummer 10 zat daar gelijk onder. Is dus ook dezelfde vorm. Vierkant langwerpig iets. Jullie zien het al, ik niet. The Ordinary. Oh, dat is ook leuk. Heb ik deze al? En ik heb helaas laatst alles weg moeten doen. Omdat ik het allemaal open had gemaakt. En vervolgens gebruikte ik alleen maar andere dingen. Dus hij stond al heel erg lang open. Dus ik vind het erg wel fijn dat ik een nieuwe heb. En ik laat deze dus ook gewoon lekker dicht. En deze is dus voor onder en rondom je oog. En ik weet nog dat ik hem dus wel heel erg fijn vond. Dit kan je dan zo lekker deppen onder je oog. En dat is gewoon echt helemaal
Helemaal lekker. Ja, helemaal lekker. Ik ben er helemaal blij mee. We gaan al naar vakje 11. En tot nu toe zit er dus nog niks in waarbij ik denk, nou dat vind ik echt niet leuk. Misschien gaat nummer 11 daar verandering in brengen. Who knows? Hij voelt weer lekker zwaar. Dit is... Oh, hier gaat Mitch wel blij mee zijn. Dit... Oh, hier ben ik niet heel blij mee. Tenminste, ook weer wel. Ik weet niet of jullie die box nog herinneren van Selma Omari, die ik ook heb unboxed. Daar zat een luchtje in. Ik spoot hem op. Ik dacht, nou, deze vind ik niet zo lekker. Dus dan had ik hem weggedaan, maar niet helemaal weggedaan. Zo van op een stapel, dit gaat weg. En Mitchell komt thuis, spuit dat luchtje op. En hij komt beneden, want hij had hem boven ergens gevonden. Hij dacht, oeh, even kijken wat het is. En toen kwam hij beneden en toen dacht ik echt, heb jij een nieuw luchtje? Deze is zo niet normaal lekker. En toen zei hij, ja, er lag op die stapel van de dingen die jij wegdoet. Zo van, vraag eerst even mij of ik het wil. En nu zit er dus een grotere. Tenminste, ik denk dat dit een grotere is dan die wij hebben. Volgens mij ligt hij hier ook ergens als een van de enige luchtjes. De rest ligt nog in het andere huis. Ja, dit is een grotere. Want we hadden de prijs opgezocht van even kijken of we hem dan kunnen bijbestellen. Maar hij was best wel prijzig. Dit is echt, hij is echt heel lekker. En ik dacht dat ik het luchtje lekker vond. Totdat ik wat langer wachtte, vond ik hem niet lekker. Maar dus wanneer Mitchell hem op heb, dacht ik echt, oh my god, je mag alleen nog maar dit luchtje dragen. Dit is hem. Hij heet volgens mij gewoon Istanbul van Atelier Rebel of Reboel. Weet ik niet zo goed. Sorry als ik het fout zeg, maar dit is echt... Nou, hier gaat hij echt heel blij mee zijn. Dat weet ik zeker. En ik ook. Ik wil ook niet te lang lullen natuurlijk per vakje, maar daar ben ik gewoon heel erg goed in. Dus waarschijnlijk gaat dat wel veel gebeuren. Resurfacing Compound. A beauty developed and unique resurfacing compound featuring a patent pending siren. Een capsule. Wat? Wat? Ik moet even ervoor gaan zitten. Dit? Ik weet het niet. Dus komt er ineens een kaart de sirene uit. Oeh. Hè? Huh? Het is heel olieachtig. Ruikt. Het ruikt een beetje naar rauw cakebeslag of zo. Nee, dat komt totaal niet overeen. Het is irritant dat je dan een geur in gedachten hebt, maar je komt er gewoon niet uit. Misschien hele oude marsepein. Daar ruikt het naar. Ja, marsepein. Dat is het. Maar ik weet nog steeds niet wat dit is. Nou, je moet het in ieder geval in de ochtend aanbrengen en in de avond één pompje op droge huid. En dat is dan anti-aging. Nou, ik weet het niet zo goed. Het ruikt wel lekker. Eén pompje voor je hele gezicht. Dat is trouwens wel echt heel weinig. We gaan hier naar vakje nummer 13. En ik weet niet, ik heb altijd wat met vakje nummer 13. 13 is mijn geluksgetal. Hij voelt zwaar. Hoeft niet altijd goed te zijn. Maar wie weet in dit geval wel. Oh ja, dit is leuk. Dit is fijn. Oh wacht, die ken ik niet. Ik dacht dat het een andere was. Ik ken deze helemaal niet. Ik ken wel de Pixi Glow Tonic, maar dit is het vitamine C tonic. Als je me langer volgt, weet je dat ik dol ben op alles met vitamine C. En dit is ook vitamine C, dus het zal vast wel goed zijn. En Pixi is ook heel fijn. Best een grote verpakking, moet ik zeggen. Hier ga je echt mega lang mee doen. Nummer 14. Ik heb het idee dat dit veel te lang gaat duren, dus ik ga even wat sneller. Voelt weer als een verzorgingsproduct. Dit is een Fiery Pink Pepper Bed and Shower Gel van Molton Brown. Molton Brown, is dat ook niet echt een super duur merk? Zo, deze is heftig, maar wel lekker heftig, zeg maar. Ik snap zeg maar de peper wel een beetje. Zo ziet hij eruit. Ik ben echt benieuwd waar ik deze naam nou van ken. Is het ook een hotel? Nee, dat kan niet. Nou, ik heb geen idee. Wel lekker. Nummer 15, want ik zou opschieten. En nu ga ik weer te lang door. Nummer 15, die is langwerpig. Dit is een, een MAC in Extreme Dimension 3D Black Lash Mascara Volume.
ook heel erg goed. Volgens mij is dit een van de eerste duurdere mascara's die ik ooit kocht. Toen was ik echt nog heel jong, dus ik voelde me helemaal luxe. En dan had ik ook zo'n MAC tasje gekregen. En die hing ik dan natuurlijk op in mijn kamer, want dat was helemaal stoer. Dat deed iedereen. En dan kon iedereen zien dat ik bij de MAC was geweest. Zo ziet de huls eruit. Maar ik laat hem wel dicht, want dat is gewoon beter voor mascara dat je hem niet gelijk open gaat maken. En ik heb op dit moment nog mascara open, dus dat is zonde. Oké, er zit zelfs MAC in. Dat zeg ik, ik heb echt niet gekeken wat erin zat. En dat vind ik toch altijd net even wat leuker. Er zijn ook altijd mensen die reageren op dit soort video's van waarom laat je alles zien? En dan denk ik letterlijk, dit is een unboxing. Daar zijn deze video's voor. Dus als je het niet wil zien, dan moet je niet kijken. Als je deze bijvoorbeeld zelf ook hebt. Nummer 16. Heel groot, maar wel, het weegt niks, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd. Waarschijnlijk een masker of zo. Dat weegt natuurlijk ook helemaal niks. Het is geen masker. Oh, het is een tester. Nee, het is helemaal geen tester. Oh, zag je de teleurstelling op mijn gezicht? Het is helemaal geen tester. Ik dacht dat het een lullig luchtje was. Maar het is dus, en daar ben ik heel benieuwd naar, de Revitalash Lash Serum. Nee, het is niet het serum. Ik denk altijd als ik de naam lees dat ik het al weet. Maar ik weet het helemaal niet. Want het is dus een eyelash conditioner. Jammer, ik dacht het serum. Of is het misschien hetzelfde als het serum? Ik denk dat het wel deze is, maar dat het gewoon geen serum heet, maar een conditioner. Het is namelijk hetzelfde idee dat je zo'n dun lijntje boven je wimpers trekt, elke dag. En dan zie je dus dat je wimpers gezonder worden. En ik hoor hier altijd heel veel goeds over. Maar dan weet ik nooit, is het echt of moet je dit zeggen? Wat moeten wij geloven? Dus ik ga het nu gewoon lekker zelf testen. Leuk dat dit erin zit en dat het dus geen tester is. Want ik was echt even helemaal dat ik dacht, nee, voor 100 euro wil ik geen lullig luchtjestestertje ontvangen. Op zijn minst gewoon een mini. Ik pak 13. Waarom pak ik 13? We gaan naar 17. Die zit hier. Ik vind het zo leuk, dit allemaal. Echt heel erg mooi gedaan, dit. Oeh, zijn dit die... Nee, ook niet. Ik dacht dat het van die tanning drops waren, maar dat is het niet. Maar omdat iedereen dit potje dan toch kent... Nee, dat is trouwens van Colestar. Dit is in ieder geval een Advanced Night Repair serum. Ik denk iets van een serum of zo. Anyhow, het heet gewoon Advanced Night Repair van Estée Lauder. Volgens mij heb ik dit product een keer gehad en vond ik dat wel fijn. Dus, nou, fijn. Nummer 18. Oh, dat is een van de grootste die erin zit. Oh, 16 was ook zo groot trouwens. Maar deze weegt wel een stuk zwaarder. Ik vind het ook zo mooi, al die sterrenstelsels erop. Prachtig. Maar dat kan ik echt blijven zeggen. Dit is van Babor. En ik heb nog geen idee wat. Ik ga eerst lezen. Pitoactive Hydro Base. Ik word er niet wijzer van. Dit zit erin. En dit is een cleansing. En dit is een cleansing. Worden we er wijzer van. Maar dit is dus een cleansing met Pito Active Hydro Base. En dat heeft deze niet. Nou, dat is alles wat ik hierover kan vertellen. Want heel veel meer zit er ook niet bij. Ik ga nog even verder overlezen hoe dit werkt. Maar anders wordt dit echt allemaal veel te lang. Het klinkt in ieder geval veelbelovend. En de producten van Babor hebben me tot nu toe niet echt teleurgesteld. Dus dit zou vast wel goed komen. Nummer 19. Volgens mij gaat het nu goed snel, toch? Vinden jullie het erg als ik heel lang door blijf praten? Of is dit fijner gewoon, dit zit erin, dit vind ik ervan of dit vind ik er niet van en door? Let me know. Dit is 19. Nee! Ik moet even goed zitten hiervoor. Deze heb ik bijna gekocht. Ik heb bijna over de 200 euro uitgegeven aan een luchtje. En nu zit hij hierin. Ik ben verbaasd. En ik ben blij. Want nu kan ik hem eerst ruiken. Want ik weet eigenlijk al dat ik hem wil. Maar ik heb hem nooit geroken. Dit is de Baccarat Rouge 540. Oh, dit is een luchtje en ik lees over heel TikTok constant reviews dat je deze moet hebben en dit en dat. Toen had ik een keer een gesprek met Vera en ik zag op haar story, zag ik dat luchtje staan.
Dus ik zeg, hey, is het hem echt waard? En toen zei ze, ja, hij is niet normaal lekker. Toen dacht ik ga hem gewoon bestellen. En toen dacht ik, nee, ik ben echt achterlijk als ik 200 nog iets euro ga betalen aan een luchtje die ik nooit, maar dan ook nooit geroken heb. En nu zit hij hierin. En de geur die hier uitkomt alleen al is echt lekker. Dit is oh my god. Ik vind dit zo leuk. Oh, het is een kaars. Dit voel ik me echt heel stom. Oh my god. Vandaar dat die geur zo extreem is. Ik dacht dat ik een luchtje had. Die ik al heel lang wilde. Maar het is een kaars. Oh nee, maar wel lekker. Er staat ook scented candle op. Zie je, ik moet echt beter lezen, want ik maak mezelf helemaal hyped. En dan, het is een kaars. Maar mijn hemel, wat een geur. Ja, nu wil ik dus zeker weten dat luchtje kopen. Maar nu weet ik tenminste wel waar hij naar ruikt. En hij ruikt niet normaal lekker. Maar ik heb dus geen luchtje nu. Nu voel ik me zo stom. Echt zo stom. Ik had nog net niet Mitchell gebeld dat ik het luchtje heb. Bij wijze van. Zo van, ik heb hem. En dan, het is een kaars. Als we even wegdenken dat ik dus dacht dat het een luchtje was, vind ik dit heel erg leuk. En de geur is intens. Zo moet voor altijd mijn huis ruiken. Voor altijd. We gaan door. Nummer 21. What a shame. Nou, niet what a shame, want ik vind hem echt leuk. Maar oké, we gaan door. Nummer 21. Dit is een Kiehl's Crème de Corps. Wel een mini. Ik heb nog zo'n pot staan op dit moment. Dus deze gaat ook in de kalender van mijn moeder. Oprecht echt een hele fijne body lotion. Dus dat is wel heel chill. Maar ik heb echt nog een flinke pot staan. En die krijg ik waarschijnlijk aankomende tijd niet op. Nummer 22. Ik ga nog steeds stuk om die kaars. Nummer 22. Lekker licht. Is waarschijnlijk weer een tester. Oh, het voelt echt als een tester. Het is geen tester. Het is een Celestial Black Diamond Eye Mask. Dus van die pads voor onder je ogen. Dit vind ik altijd wel heel erg fijn. Ken het merk niet per se. Maar hij ziet er veelbelovend uit. Weer geen tester, dus dat is helemaal prima. Jongens, we gaan naar 23. We zijn er bijna. Dit is een We Are Paradox Repair 3-in-1 conditioner. Dat is ook fijn, want er zat volgens mij, ja, die droogshampoo voor je haar bij. Maar verder nog niet per se haarproducten. Zo ziet die eruit. Je kan dit dus als conditioner gebruiken, als leave-in of als styling balsam voor, zeg maar, als je haar droog is. Dus het is een 3-in-1 product. Merk zegt mij weer helemaal niks, maar ziet er wel goed uit. Nummer 24, dat is weer deze vorm. Voelt als een make-up product. Het zat er nog vrij weinig in, volgens mij ook make-up. Dit is, geen idee, een Ambient Strobe Lightning Blush van Hourglass. Dat is wel echt oprecht een heel goed merk. Ja, deze is mooi. Oh, deze is mooi. Kijk wat een mooie kleuren. Oh, love it. Echt heel erg mooi. Dat vind ik echt heel tof dat die erbij in zit. Dan voor het allerlaatste vakje ga ik hem toch weer even oppakken. Hier is namelijk nummer 25. Die is als enige zwart. Voelt heel erg licht. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Het laatste vakje. Wat zou erin zitten? Ik heb echt oprecht geen idee. Ik weet het niet. Meestal sluiten ze dat af met een of andere lipstick of zo. Van een duurder merk. En dan, ja, is wat te lang voor een lipstick. Nog een mascara. I don't know. Oeh. Dit is van... It is. Het is van Charlotte Tilbury. En het is een eyeshadow pencil. Maar heb ik deze niet vorige keer ook gehad?
Nee, Amber Hayes. Nee, toch niet. Nee, ik had in de kalender vorig jaar van Charlotte Tilbury ook een. En die was dan voor Blue Eyes en hier staat voor Brown Eyes. Eigenlijk vind ik dat echt een beetje onnodige info. Dat laat dat er gewoon af. Want dat zou betekenen van, oké, deze is niet voor mij. Maar draag gewoon lekker wat je wil. Dit is de kleur. En ik heb die van Charlotte Tilbury, van die in die kalender zat, best wel vaak gebruikt. Ik denk dat ik deze ook op zich wel ga gebruiken. Ik vind het echt wel een mooie kleur. Ik denk dat het juist ook heel mooi is bij groen of blauwe ogen. En bij bruin. Eigenlijk gewoon letterlijk bij alles. Het zou ook leuk zijn bij wat ik nu aan heb. Ja, ik vind hem mooi. Maar ik vind het geen wauw effect om een kalender mee te eindigen. Ik zou dan eerder bijvoorbeeld deze twee omdraaien. Dus dat dit je eindproduct is. Want dit is een beetje zoiets van, oh ja, een oogpotlood. Hij is dan wel van Charlotte Tilbury, wat een heel goed merk is. Maar het is dan net even die wow effect of zo. Of ik ben nu gewoon aan het zeiken. Daar ben ik natuurlijk ook altijd heel erg goed in. En dat was dan alweer deze adventkalender van de Bijenkorf. Natuurlijk hebben we het altijd achteraf samen even met elkaar erover. Is het geld waard? Deze was dus uit mijn hoofd €99. En ik hoef niet na te denken of dit het waard was of niet. Ik vind hem dit 100% waard. Er zitten full size producten bij. Maar zeg maar de minis die erbij zitten zijn niet overdreven mini. Dus niet cheap ass minis. Het zijn gewoon goede minis. De kalender is ook nog eens super mooi. En de afwisseling van de producten. Dus voor je haar, voor je verzorging en voor je make-up. Dus ik zou echt niet twijfelen als deze weer op voorraad komt. Probeer hem te bemachtigen. Ik snap nu waarom hij altijd uitverkocht is. Want deze inhoud is echt top. Ik denk, ja, een van de beste die ik tot nu toe gehad heb. Voor nu was dit het in ieder geval. Mocht je het leuk vinden, doe even je duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En tot de volgende keer. Doei doei! Mwah.